Dan gaan we naar de Elfstedentocht. Het kan nog, nu het nog koud is. Want er is een gedeeltelijke Elfstedentocht gereden. Ja, niet massaal natuurlijk, maar wel door Henk Angenent. Hij was de winnaar van de Elfstedentocht in 1997. En gistermiddag bond hij de ijzers onder om toch weer te gaan proberen om die complete tocht af te leggen. 10 uur later kwam hij over de finish op de Bonkerveert. Alleen de tocht ging niet echt vlekkeloos. Vanwege een pijnlijke knie, slecht ijs en ook die avondklok natuurlijk moest hij het uiteindelijk bij 9 steden laten. Goedemorgen, meneer Angenent. Ja, in plaats van de 11-stedentocht was het de 9-stedentocht. Bent u toch tevreden? Ja, goedemorgen. Ja, ik ben zeker tevreden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet verwacht had dat we zo ver zouden komen. En in eerste instantie hadden we echt gedacht van nou, het wordt wel sloten en dan houdt het in de Zuidwesten ook wel op. En dan moeten we richting het Hoge Noorden, zeg maar. Ja, uiteindelijk kwamen we toch met een beetje kunst en vliegwerk in Bolsward terecht. En toen liepen we vast qua tijd en ook qua ijs, want die hoek van Harlingen-Franeker, dat hoorden we al dat het niet goed was. Dus daar hebben we toch een stuk met de auto afgelegd en het laatste stuk vanaf Dokkum naar de Bonk nog voltooid. Nou, mooi. En hoe voelt u zich nu? Ik kan me voorstellen dat het best wel spierpijn oplevert, 10 uur op de schaats. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik werd vanochtend wakker. Maar ik kwam al slecht slaap gisteravond, maar ik werd vanochtend wakker. Maar ik voel toch wel iets meer dan alleen mijn knie. En, maar goed, ik voel me beter als gisteravond, hoor. Dus een kwestie van een paar dagen en dan is het wel voorbij. En ik moet zeggen, ik had het voor geen goud willen missen. Ja, en we hadden u de afgelopen dagen al een paar keer eerder ook aan de lijn. En we vroegen toen van, gaat het nog gebeuren? Toen was u nog heel positief. Denkt u dat we misschien in de toekomst toch nog een keer echt een massale Elfstedentocht zullen hebben? Ja, daar ben ik van overtuigd dat we binnen nu en 5 jaar een keer gaan rijden. Het is, we hebben altijd gezien dat de winters bij clusters uit elkaar zitten, zeg maar. Nou, dit is denk ik de eerste van een groepje winters. En ja, ik ga ervan uit dat een van die winters raak is voor de Elfstedentocht. Nou, bedankt voor de toelichting, meneer Angenent. Fijn dat dit in ieder geval is gelukt dit jaar. Ja. Marieke, je hebt ook geschaatst. Hoe is het met jouw lichaam? Nou ja, dit was ook echt sinds jaren dat ik weer op de schaatsen stond. En ook van die eigenlijk weet je, geleende schaatsen van iemands vader die dan te groot. Weet je, dat ging allemaal helemaal niet goed. Maar ik heb in ieder geval opgestaan. En het gaf wel weer een beetje soort van het verlangen, de kriebels om dan echt dat weer even beter te gaan leren. En dat dan, maar dit is natuurlijk wel echt een enorme prestatie. Dat is echt... U heeft een beste tochter ook op zitten, begreep ik, toch? Dat valt wel mee, hoor. Nou, vergeleken met Henk Angenent valt alles mee. Maar ja. Ik vond het toch, hoe lang heeft u geschaatst? Ik geloof dat bij elkaar ruim 10 kilometer is van Edam, via de Purmeringvaart naar Monnikendam, Stinkevuil en weer terug. Hier zien we de beelden ervan. Hoe was het ijs? Stukken stroef, stukken fantastisch van dat zwarte ijs. Maar goed, weet je, geweldig om gewoon er weer eens even op te staan. Voor mij was het 8 jaar geleden. Dus mijn man is echt zo'n fanaticus. Dus ik had gezegd van, nou, ga jij zaterdag lekker met je broers en de jongens. En dan zondag met mij. Maar ja, heerlijk. Ja, dat is toch wel wat iedereen een beetje nodig had. Hè? Ja, gewoon heerlijk de zinnen verzetten.